Meneer de voorzitter, ik wil beginnen met onze waardering uit te spreken aan de ambtelijke organisatie die de vragen en de opmerkingen van de CDA-fractie en een tweetal andere fracties niet alleen tijdig, maar ook uitgebreid heeft geantwoord. Naar onze mening is het een grote manier om via intranet rechtstreeks vragen te stellen en raadspreek de antwoord te krijgen prima geslaagd. En dan de kadernota zelf. Bedoeld om het college vanuit de programma-hoofdstukken handvatten aan te reiken voor de begroting 2010 en verder. Allereerst wordt in de tweede alinea van de aanbiedingsbrief de vinger op de zere plek gelegd, als wordt verwezen naar de grote onzekerheid door de wereldwijde economische crisis. Dit schreef u op 24 februari en nu op 16 april is het niet anders. Ook in de Rijksenholten worden de gevolgen duidelijk. In de beantwoording op vragen en in nagekomen brieven worden in misschien de minst recente omstandigheden uitgelegd, maar het wordt er niet beter van. Immers, de berichtgeving van onze belangrijkste sponsor, het Rijk, is erg onduidelijk. Aan de ene kant worden de mede-overheden opgeroepen om gas te geven door te investeren, terwijl aan de andere kant op de rem wordt getrapt door de eis om de gemeentelijke lasten niet te verhogen. Met daarnaast de verplichting om een sluitende meerjarenbegroting op te stellen, dus niet zoals het Rijk die de begrotingstekorten kan laten oplopen, zal het heel wat stuurmanskunst vergen om de gemeentelijke auto op koers te houden. Hoewel die de afgelopen jaren goed door de APK-keuring is gekomen, beginnen er nu toch wel enkele onderdelen mankementen te vertonen. We rijden inmiddels op zachtere banden door een grote afboeking op onze reserves. En naar het schijnt kunnen we aan het tankstation de banden oppompen met het resultaat van 2008. Het loopvak is echter ook niet meer zo best, nu de mogelijkheden van woningbouw onzeker zijn geworden. Verder is het dichtstbijzijnde tankstation gesloten, nu we gehoord hebben dat de 1,2 miljoen dividend van de BNG niet doorgaat. We zijn dus al met lucht in onze banden vertrokken. In onze tankvervaars. Ja. Gevoegd bij het feit dat de 6 inzittenden van de auto ongetwijfeld met de beste raadgevingen om het hart de bestuurder willen beïnvloeden, zal de temperatuur in de auto wellicht oplopen. Onder die omstandigheden vindt de CDA-fractie het moeilijk om door de beslagen vooruit het toch al troepele beeld van de katers te verhelderen. Een leuk reisje wordt het in elk geval niet. In de commissievergaderingen zijn door de diverse fracties opmerkingen geplaatst bij de diverse programma's van de kadernota. Onder de eerder genoemde omstandigheden vindt de CDA-fractie dat we uiterst voorzichtig moeten zijn om op dit moment belangrijke wijzigingen aan te brengen in zowel de algemene financiële uitgangspunten, hoofdstuk 2, als in de beleidsdoelstellingen zoals die bij diverse programma's worden genoemd. Het uiten van nieuwe wensen zal ongetwijfeld leiden tot hogere uitgaven. Als men in mei en vooral de september-circulaire duidelijkheid geeft, valt het daarin mogelijk te voorzien. Het college heeft in de brief van 31 maart toezegging gedaan om in de tijd tussen kadernota en begroting met voorstellen te komen om de kaders scherper neer te zetten. Het CDA wacht dat af. Voor de CDA-fractie komen er niet gehonoreerde wensen, maar zorgvuldige prioriteitsstelling past dan in dit. Voor mijn fractie is onder de omstandigheden deze kadernota een goede basis voor de begroting 2010. We zullen ons vandaag dan ook beperken tot een oordeel over een viertal punten, voorstellen die de risico's van hoofdstuk 5 beperken, voorstellen die berusten op wettelijke verplichtingen en gedelegeerde beleidsuitvoering, acties die het ingezette beleid versterken zonder daarbij het structurele of incidentele budget aan te tasten en ten laatste nieuwe doelstellingen gericht op verbetering van de efficiëntie. Dat we de risico's van hoofdstuk 5 specifiek noemen, risico's en kansen is dat, heeft te maken met het effect op het weerstandsvermogen. Goed risicomanagement bestaat in het kort uit een vastgesteld risicomanagementbeleid, waarin doelstellingen en de ingezette instrumenten nader zijn beschreven. Daarbij is het belangrijk dat men periodiek inventarisaties uitvoert en risico's analyseert, risico's kwantificeert en beheersmaatregelen formuleert. Het uitvoeren van die beheersmaatregelen is een must, evenals de rapportage over de risico's en de werking van risicomanagement in de gemeente. Het is een moeilijk proces,
maar omdat in deze onzekere tijd de risico's navenant toenemen, moeten we meer en uitgebreider aandacht aan geven. Het CDA verwacht van het college een voortdurende monitoring van de risicovaststelling en ontwikkeling. Hoewel moeilijk vast te stellen, constateren we dat de financiële waardering van het risico in vele gevallen ontbreekt. We hebben recent gezien hoe moeilijk het is om voor de eigen gemeente woningbouwplannen boven water te houden. Dat geldt ook voor de bedrijfsterreinen. En beide onderwerpen worden gedwarsboomd door regionale en provinciale politieke invulling van standpunten, die soms ook door de plaatselijke politiek worden gevolgd. Het risico zit daarbij niet in het kunnen, maar in het mogen. Voor de WMO ligt het weer in het moeten. En voor de uitwerking van de aspiraties in het netwerkplan Sport, Halten en Reizen ligt er een duidelijke relatie met de financiële mogelijkheden die gevonden moeten worden in de woningbouwplannen. De nadruk ligt hierbij op het kunnen we het realiseren. Een ketenverantwoordelijkheid dus. Voorzitter, ik wil ook ingaan op de gevolgen van de economische crisis voor onze inwoners. Want daar ligt onze eerste verantwoordelijkheid. Ik noemde al het terugbrengen van lastenverzwaring. Ten opzichte van omliggende gemeenten steken we daar niet ongunstig bij af. Er is ook een andere aspect waar we mogelijk mee te maken krijgen. Namelijk het afbrokkelen van de werkgelegenheid in de komende maanden. En dat moet dan ook duidelijker worden. De bouw- en de transportsector zijn belangrijke pijlers van bedrijvigheid binnen onze gemeente. Het kan betekenen dat in de komende tijd een groter beroep zal worden gedaan op zowel reïntegratieactiviteiten als ook op de WWB, werk en bijstand. We prijzen ons gelukkig met een bedrijfsleven dat solidair is, dat elkaar helpt op momenten dat uitval van werk krijgt, dat oog heeft voor scholing van eigen personeel en schoolverlaters. Daarin ziet de CDA-fractie een faciliterende rol voor de gemeente, die ook samen met het UVG en mobiliteitscentra kan worden ingevuld. Het feit dat in dit verband er geen niet gehonoreerde wensen zijn, geeft aan dat er in onze gemeente hiervoor al veel aandacht is. Oh ja, ik vergat nog één raadgeving, een goede spons. Niet voor de inzittenden om de eigen zijruit schoon te vegen, zoals vanmiddag ongetwijfeld zal gebeuren, maar om voor alle inzittenden slagen vooruit helder te krijgen. Het woord airco zal ik daarom in dit gemeentehuis maar niet gebruiken. Dank u wel.